Helemaal leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een musical.ly video voor jullie. En deze keer ga ik kerstmusical.ly's maken. Jullie hebben het waarschijnlijk al aan de titel gezien of misschien aan deze trui. Maar het is alweer december. Wow, de tijd gaat echt super snel. En dat betekent dat alle kerstliedjes weer op de radio zijn. En het leek mij wel leuk om op die kerstliedjes wat musical.ly's te maken. Dus dat ga ik in deze video doen. Jullie kunnen mij ook volgen op musical.ly als jullie dat leuk vinden. Dit is mijn naam. En laten we nu maar beginnen. Ik ga vandaag 3 kerstmusical.ly's maken. En de eerste musical.ly wordt op dit liedje. Nou, deze dus. Ik word er echt al helemaal vrolijk van als ik er naar luister. En ik heb super veel zin om deze musical.ly te gaan maken. Ik ga gewoon gelijk beginnen om die musical.ly te maken. Dus hier gaan we. Jullie denken misschien dat dat echt een super raar einde. Maar omdat er nu buiten sneeuw ligt, ga ik nu naar buiten. En als ik dan zo doe, dan ga ik dat zo meteen weer doen. En dan ben ik opeens buiten. Dus laten we naar buiten gaan. We staan hier buiten, zo koud. Maar we gaan gewoon verder met de musical.ly. Oké, daar gaan we. We gaan nu naar binnen. Nou, ik ben klaar. Ik ben heel erg benieuwd hoe die uitkomt te zien. Dus laten we maar gaan kijken. Oh, die is goed gelukt. Ik vind hem echt heel vet. Laat maar even een reactie achter met wat jij van die musical.ly vond. En dan gaan we nu verder met musical.ly nummer 2. En dat is dit liedje. Dit is denk ik echt een van mijn favoriete kerstliedjes ooit. En hier ga ik dus ook een musical.ly maken. En dan gaan we nu weer naar beneden. Dan gaan we nu kijken hoe deze musical.ly is gelukt. Hier ben ik misschien toch wel meer benieuwd naar als de vorige, omdat ik niet helemaal zeker weet of dat geschud goed ging. Maar dat gaan we nu dus zien. Daar gaat hij. Er zal nog best mee. Nou, deze vind ik ook leuk gelukt. Nu gaan we verder met nummer 3. Het liedje die ik ga gebruiken is trouwens deze. Deze geworden is. Nou, deze vind ik ook weer hartstikke leuk. Hij is natuurlijk wat minder speciaal dan de rest, omdat het gewoon normaal lip-sync is en het andere was allemaal bewegingen en zo. Maar alsnog vind ik hem heel erg leuk.
Dit was dan weer de video voor vandaag. Laat zeker even een reactie achter met wat jouw favoriete kerstliedje ooit is. Ik heb er 2. Ik kan eigenlijk niet zo goed kiezen. Ik vind All I Want For Christmas Is You super leuk. Volgens mij is dat liedje best wel oud. Maar elk jaar opnieuw is hij gewoon zo leuk. En Mistletoe van Justin Bieber. Ik kan eigenlijk niet zo goed kiezen. Maar daarom heb ik op die 2 liedjes ook een muziekje gemaakt. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als je dat vond, geef hem zeker even een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je meer van dit soort video's wilt zien. Bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer. Doeg!